Hallo leuke mensen, leuk dat jullie kijken naar zwangerschapsvlog week 40. Vandaag is mijn uitgerekende datum. Ja ja, laten we beginnen met deze vlog. Oké, voor de intro deed ik net alsof het heel casual mijn uitgerekende datum is. Maar er is wat gebeurd vandaag, namelijk mijn vliezen zijn gebroken. Vanochtend vroeg, 6:15, ik dacht ik moet plassen. Dus ik stapte uit bed en vlots. Net als in de film. Dat gebeurt maar bij 10% van de vrouwen dat daarmee de bevalling begint. Maar ja, bij mij is dat blijkbaar zo gebeurd. Ik heb nu... Een half uurtje nadat mijn vliezen braken, begonnen mijn weeën ook. Die krijg ik nu ongeveer om de 6 minuten gemiddeld. Het is nog helemaal niet heftig. Ze zijn niet super intens. Wel intenser dan voorweeën. Nou ja, ik ga niet heel veel details over verder mijn vliezen en dat soort dingen delen. Maar het is in ieder geval begonnen op de uitgerekende datum. Dus ze komt vandaag... Of morgen, nou ja, je moet in ieder geval binnen 24 uur moeten de weeën beginnen. Nou, dat is al gebeurd. Dus nu is het gewoon afwachten. Lekker rustig aandoen. Ik ga dadelijk even een lekkere, warme, lange douche nemen. Hopelijk zetten de weeën dan een beetje door. Nagini is echt niet van mijn zijde, wil ze wijken vandaag. Dus die heeft het ook wel door. Ja, ik heb er echt zin in. Ik ben echt excited. Niet nerveus. Het is zo leuk, want ik weet nu, ik ga gewoon echt heel snel mijn kindje ontmoeten. Dat gaat niet meer tot het weekend duren, want het is vandaag woensdag. Ja, als ze niet komt. Ze komt sowieso binnen 72 uur, omdat mijn vliezen zijn gebroken. En dan moet het binnen 72 uur. Of dat nou op de normale manier is, of via de keizersnee. We gaan er in ieder geval ontmoeten en ik kijk er enorm naar uit. Ik is nog eventjes voor werk iets doen. Ik zei ja, nu kun je toch, je kunt gaan kijken hoe ik de hele tijd weeën heb. Maar dat is echt, ga gewoon lekker je ding doen. En hopelijk hebben de dadels en de frambozenbladthee een beetje gewerkt. En gaat mijn bevalling voorspoedig, want daarvoor nam ik die natuurlijk. Dus ja, dat is eigenlijk de stand van zaken op het moment. Ik weet nog niet hoe ik verder ga vloggen, deze vlog. Ergens voelt het niet goed om dit te vloggen. Wel dit van... Oké, nu begint er net een wee of niet? Is dit er geen... Ja, ik ben ze wel aan het timen. Dus ik kan nog praten door mijn weeën heen. Dus ze zijn niet zo intens. Zeg ik nu. Wat wil ik zeggen? Oh ja, ik weet niet of ik wil vloggen. Helemaal tot in het ziekenhuis. Ik denk dat ik gewoon een beetje film met mijn telefoon of zo. Dat is niet mijn bedoeling om een bevalling namelijk te vloggen of zo. Maar voor en na wel. Dus waarschijnlijk komt er dadelijk een heel groot gat met niks. En dan is ze er ineens op vlog, hoop ik. En in de tussentijd ben ik gewoon aan het focussen om een baby te baren. Niet met vloggen bezig. Ik denk dat jullie dat wel snappen. Kijk, deze duurde dus 48 seconden. En mild heb ik hem als geclassificeerd als. Je hebt mild, matig, sterk, hevig of zo. Maar ze komen dus nu om de 5,5 minuut. En ze zijn gemiddeld 44 seconden per minuut. 44 seconden lang. Dus dat is nog lang niet genoeg om aan de bel te trekken bij de verloskundige. Ik moest bellen als ze heviger worden, een minuut duren en om de, tussen de 3 en 5 minuten komen. Dus tijd om de douche te nemen, kijken of dat een beetje bevordert of juist het wat rustiger maakt. En dan ga ik me gewoon rustig een beetje optutten en zo. Want ja, wat moet je anders doen, hè? Gewoon lekker rustig aan doen. Staat overal. Lekker een beetje je gedachten verzetten. Niet even bezig zijn met de bevalling. Nou, dat ben ik nu ook nog niet, want het is nog niet zo heftig. En vooral wat ik gek vind is, nu, dus bij deze weeën, is dat ik... de weeën, die voel je echt goed.
En daarna is het gewoon alsof er niks aan de hand is. Wat een heel gekke gewaarwording is. Want je denkt, bent wel begonnen met je bevalling. Maar tussen de weeën door voel ik dus echt helemaal niks. Heel apart. Maar goed, ik ga douchen. Zo, ik ben gedoucht. Ik voel me echt super fris. Ik heb deze comfortabele outfit aangetrokken. Dit heb ik vorige week pas ontdekt dat ik dit aan kon. Maar ik vind het echt super lekker zitten. Lekker warme sokken aan. Ik moet zeggen, sinds douche zijn de weeën echt veel frequenter gekomen. Echt, voor mijn gevoel komen ze echt om de 2 minuten. Dat is niet zo. Maar ik ga denk ik maar eens eventjes dat tensapparaat installeren op mijn rug. Want het wordt best wel heftig al. En ik dacht, dan kan ik gewoon misschien een beetje weeënpijn wegnemen. Dus ja, het bouwt goed op. Nee, ik kan helemaal los. Nou jongens, ik ben mezelf weer. Ik ben denk ik mezelf niet meer geweest vanaf 11 uur vanochtend. Ik voel die weeën echt zo erg. Maar nu hebben we de rug geprikt, die zit erin. En ik lig helemaal... ik heb er weer zin in. Ik heb zin in de bevalling. Ik ga er rocken. Zo goed. Ik voel me nu echt gewoon... goed, en nu heb ik er echt zin in de bevalling. Terwijl met die weeën zonder pijnstilling, ik wist niet waar ik het zoeken moest. Echt. Ja, ja. Hoe ver, vertel even hoe ver je bent? Oh ja, we zaten net, dus even weer gevoeld, 5 centimeter. Dus, maar ik heb wel het idee dat het wat... Dat het gewoon nog verder doorzet. Ja, het gaat heel goed met de baby ook. Ja, niet te veel druk op de knop, want dan hebben we meer weeën. Dus dat is alleen maar goed. Oh ja? Dat is alleen maar... Ja, want die rugprik, die zorgt ervoor dat de weeën iets afnemen. Mm. Vaak. Nou, en... wat was het? Oh ja, met die meid gaat het lekker goed. Dus dat is het allerbelangrijkste. En, je moet ook de naam zeggen, Terry. In de volgende vlog maak ik niet meer uit, toch? Of wil je nog even wachten, als ze er is? Ja, nee, is wel goed. En we hadden tegen je ouders gezegd dat we naar het ziekenhuis gingen. En eerst was het, ja, app maar als het nodig is. En nou had de moeder gestuurd. Ze zitten in de hal. Dus die zijn er al. Ja, alleen, het kan nog, ja. Het kan nog wel even duren, ja. Ongeveer een centimeter per uur. En dat is wel wat, wij zijn ietsjes langzamer, heb ik het idee. Dus dat is echt... De vraag is, gaat ze dan 12 uur halen? Nee, denk ik niet, want dan moet je ook nog persen. Dat duurt nog wel een half uur. Ja, dan was het nog 5 uur, hè, tot 12 uur. En ze heeft 7:15 heeft ze het gemeten. Dus tegen die 5 uur verder is 11:45. Dus het zal er echt om hangen. Ik zou het wel leuk vinden als ze vandaag komt. Ja. Maar ik ben natuurlijk nu wel echt zoveel relaxer. Dat het misschien best zijn dat die... Dat de ontspanning hier, dat weer bevorderlijk is met de ontsluiting. Ja, ik weet het niet. Nou, het ook. Oké, Dia, over en uit. Ja, over en uit. Nu heb ik net dit gedeelte gevlogd. Ja. Ja. Ja, ik wilde nog even iets zeggen op de vlog. Ah. Nou, dat is geluk, denk ik. Ja, maar nu is die over, dus nu kan ik gewoon normaal doen. Oké. Nou, dan... Hoi, we zijn bij het einde aangekomen. Ik ben 10 centimeter ontsluiting. Ik heb persbeen.
Maar ze moeten nog even iets krachtiger worden. En dan kunnen we gaan persen. Maar ik heb er echt de volle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ik voel me echt goed. Ik heb geen pijn. Ik heb er zin in om onze kleine meid te ontmoeten. Precies. Wil jij nog wat kwijt, Nicky? Nee, ik sluit me helemaal aan bij wat jij zegt. Hopelijk voor 12 uur. En nou, anders is het niet anders. Anders is het niet anders. Oké, over en uit. Is 3 dagen oud. Zeg ik dat goed? Of is ze 2 dagen oud? Ik weet het niet meer. 2, denk ik. Het is zaterdag. Ze is donderdag geboren. Ze is 2 dagen oud. En we zijn even onze draai aan het vinden. Ik ga wel vloggen een beetje oppakken. Want ik vind het moederschap vloggen ook leuk. Denk ik. Borstvoeding is best wel intensief. Dus... kost veel energie van mij, maar het is echt, ze is een heel tevreden kindje, dus het is heel makkelijk om moeder te spelen en moeder te zijn. En we hebben heel veel bezoek, want iedereen wil er zien en dat snap ik. Dus de tijd om de camera op te pakken, dat lukt niet zoveel nog, maar dat gaat wel komen. We beginnen steeds meer onze draai te vinden. Maar ik wou toch nog een beetje een en ander filmen, dus dat ga ik nu wel doen vanaf nu. In de eerste week van haar leven. En mijn leven als mama. Ik ga haar niet heel veel in beeld laten zien. Maar ik vind het wel leuk om over het moederschap te vloggen en filmen. Oh. Ja, mijn stem ken je wel, hè? Dus dat ga ik zeker blijven doen. Dat wil ik eventjes zeggen. Nu aankleden. En naar beneden, hè? Want het is nog geen avond. Het is nog geen slaaptijd. Ja.